jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag hebben we weer een nieuwe episode van Road to Life Minigun. En vandaag zitten we op Tremor. En Tremor is een fantastische map. Dus ik ben benieuwd of we hier ook fantastisch gaan spelen. Want de laatste keer had ik heel weinig kills, 35 of zo. Het was niet veel. Ik wil eigenlijk met je die 40 kills mark wil ik overgaan, zeg maar. En soms misschien wel zeggen van ja, of dat 35 of 40 is, scheelt ook maar 5 kills. Want het gaat om het idee. Want 35 lijkt zo average, weet je wel. 40, dan denk je, ja, dat is wel netjes. En alles erboven, dat is normaal. Dus ik hoop in ieder geval dat we nou dus gewoon 40 kills kunnen halen. En we zullen het zien. Misschien krijg ik ook nog die minigun. Dat zou ook nog wel zo grappig zijn. In ieder geval, we spelen dus met dit ding weer. En wat gaan we doen? We gaan eerst A cappen. Dan ren ik gelijk door naar B, denk ik. Of niet. Ik loop... Ja, ik ga recht door naar B. Gewoon zo. Ik loop nooit zo. Echt, ik zweer het je, nog nooit gedaan zo. Dus verwacht niet al te veel van. Waarschijnlijk komen ze nou in ieder geval links of zo. Zitten boven mij. Misschien had ik het ook moeten doen. Shit, die is ook. Zit er iemand boven? Yo! Oké, oppassen voor mensen met shotguns. Ik weet niet of hij een shotgun had, maar daar moet ik toch mee oppassen. De vorige keer had ik hem ook best saai met een shotgun, dat weet ik wel. Zo. Gelijk een mooi begin. Oh nee, wacht, zit er eentje. Ik wist dat hij eraan kwam, ik had alleen verwacht dat hij door zou lopen. Dus daarom begon ik klein met schieten. Deed hij niet. We moeten even oppassen, want ik denk dat ze dat beter... Oh, teammate... Oh ja, toen zuiver. Goed werk. Oh, zit er nog één, maat. Pas op. We hebben onze ammo crate al. Dat is een mooi begin. Even oppassen, ik hoor iemand. Oké, ga even. Hij zit aan de andere kant, maar ik gooi even die ammo crate neer. Ik denk dat de enemies toch gewoon naar B te komen. Dus waarschijnlijk als ik nou de wapen pak. Zit ze bij B? Nog steeds niet. Oké, leuk dat ik een panzerfout krijg. Want dat helpt echt, ja. Want dat had ik echt nodig nou. Niet. Oh mijn god. En dan ga ik nou nog dood ook door dit, hè. Safe by mijn teammate, dankjewel, echt, serieus. Dat had ik nodig. Woehoe, haha. Mooi die explosies, 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 explosies. Dat maakt het allemaal net leuker. Springt erin naar beneden, dat is mijn teammate, denk ik, goed zo. Ja, ik weet niet of dat dit zin heeft. Ik ga het toch maar even pakken. Voor het idee of mensen willen die field order shit. Ik ben zelf geen fan van field order, dus ik krijg er alleen maar crap. En je doet er allemaal moeite voor. Ik heb liever zekerheid, dat ik eigenlijk moeite voor moet doen. En dan sowieso zeker weet dat ik iets krijg, dan dat ik hier nou even iemand door zijn kop moet schieten. Allemaal moeite gaan doen voor een headshot. Nou, daar moet je ook niet echt moeite voor doen, maar... Bijvoorbeeld jump kill. Soms dan staat de jump kill en dan denk je, oké, weet je wel, ik zal een keertje extra springen. Maar dan rij je meestal die keer net dood omdat je springt. En dan haal je hem, dan krijg je toch maar rommel. Ik heb in ieder geval mijn ding. Heel fijn. Blisk vest. Helemaal niks aan. Zeg die spam. Die kerel zal zichzelf ook echt vervloeken. Fout, er komt er nog een aan. Er komt er nog. Hij staat recht voor de deur. Oh mijn god. Beetje jammer dat mijn team weer dood ging. Trouwens even terug naar mijn ammo crate. Kijk waar er in mijn ammo crate zit. Er is vest bij. Die moet ik zelf nog pakken. Ik vind het stom. Als je hem gooit, dan vind ik ook dat je hem gewoon gelijk al zelf moet hebben. 9 om 1. Zit hij boven dan? Zit hij boven inderdaad. Dit is een vieze spot, jongen. Altijd als je zit, moet je eigenlijk bukken, want dan schiet je beter. Ik had hem niet eens gezien. Lag hij er al die tijd? Ik zweer het, als je er al die tijd zat, ik had hem echt niet gezien. Oh shit, weg hier. Ik zag het ineens op de... Ik zag het niet, maar ik hoorde het. Ik weet niet eens meer wat het was. Ik merkte in ieder geval dat er iemand aankwam. Ik weet alleen niet meer hoe. Zo snel gaat het bij mij weg. Nee, ik zit dan zo vol in die game, weet je wel. En dan, dan gebeurt er van alles omheen. Ik ga even mijn ammo crate neergooien. Even kijken waar erin zit. Niet handig. Mijn ammo crate, zeg ik. Dat is dit ding. Ik denk niet dat mijn cap package hier precies op dat ding in zou vallen. Nee, daar zit inderdaad helemaal niks. Vector, dat is zeker materiaal. Oh shit. Dan moet ik oppassen. Oké, hij heeft hem. Ik zag hem niet eens, maar dit is zo, ik vind dit zo irritant. Hè. Vooral op submachine gun dan nog. Hij zit onder mij, dacht hij... Oh, wacht, dat maak ik heel... Nee, net te laat. Ik dacht dat hij hier naar boven zou komen, dat was niet. En we hebben een ground jammer, dat is gunstig. Ground jammers, dat is toch altijd fijn. Nee, dat was echt, die had ik moeten hebben. Mijn controller valt bijna uit. Hoe had hij mijn hipfire only? Nee, what the fuck, hij had mij zo snel, ik had ballistic vest. Zo. Dan even die capacks maar eens neergooien dan. Want die is, ik zei net al, ik doe helemaal niks voor die dingen. Ik krijg ze en dat is leuk, weet je wel, maar that's it. Nope. Dat gaat je niet lukken, vriend, dat gaat je niet lukken. Waarschijnlijk de volgende keer wel. Ik was bijna dood, maar... Boeien.
It doesn't matter. Oh shit. Spray and pray. SATCOM uplink enabled. Er komt er een aan. Ik ga er gewoon hier liggen. Fuck dit. Ik ben in de klootzak. Was precies dezelfde plek laatste keer. Oké, kom hier, kom dan. Ze komen met minstens twee man. Ik kon twee man lopen. Ik ben even close up. Oh, hij is niet dood, man. Nee! Ah, er zijn er net drie. Ja, ik moest iets, jongen. Ik hoorde allemaal voetstappen. Sowieso meer dan één. Ik denk, ja, kans dat ik dan win. Ja, ja en nee. Dat weet je van tevoren natuurlijk nooit. Of ze het wint of niet, maar... Ik had er geen vertrouwen in. Maar we hebben op zich wel een mooi begin al. Want we hebben best veel kills. Ah, leuk. Shotgun. Daar zit ik dan echt op te wachten. Het werd wel weer tijd om een keer een goede match te hebben. De laatste keer was het dan 35 kills. Dus als we nou weer even 50 kills kunnen halen of zo, dat zou wel mooi zijn. En ik zit te denken om toch even C te cappen, maar dan ben ik wel in mijn eentje aan het doen. Wauw, serieus? Wie verzint zo'n wapen? Een wapen wat sowieso al een range heeft van een meter. En dan gaan we nog halveren met de silencer. Het zit me echt niet mee. Oké. Dan gaan we maar B-cappen, hè. Ik wist niet eens dat er een silence erop zat. Dat was dus nog een verrassing ook. Oh, sorry. Friendly. Dan kun je toch maar even dat ding neergooien. Even kijken waar erin zit. Omdat het kan. 34 om 4. 34. 23 om 4. Team is het 21 om 9. Dat is niet verkeerd. Goed voor een teammate. De andere team is het 1 om 6. Nou, die moet het dan weer een beetje... gelijk trekken, hè. Want normaal gezien kunnen teammates niet positief staan. IMS, zit ik in dit gebouw neer, hier boven mij. Want het is echt de plek waar heel veel mensen gaan erheen lopen. En volgens mij zitten er nog steeds mensen. Dus dat is zo fijn, hè. Die aardbevingen, die leiden echt enorm af. Oké, zet hij dit ding neer. Ik zeg het je dat ik daar een kill mee ga maken dadelijk. Ah, hij liep er de bot aan. Hij was nou weggerend, loopt de bot aan. Nee, die IMS die verwacht ik wel dat hij daar kills gaat maken. Daar staat hij goed. Misschien dat er ook net één persoon is... die dat kan zien, want je hebt natuurlijk van die perks daarvoor. Maar als niemand hem kapot schiet, maak ik sowieso wel een kill mee. Ik weet niet of die enemy mij te zien daar. Ik ga er vanuit van wel, dus ik loop eventjes door. Hoppakee, we hebben onze eerste kill al binnen. Ik zweer eens dat ik hem meer ga krijgen. Hoppakee, die hebben we ook. AK laat ik even voor afstand. Waarschijnlijk ga ik hem toch niet pakken, want ik heb nog, natuurlijk nog steeds die ammo crates. Oh. Er zit iemand recht onder mij, maar ik zie hem niet. Oké, dat was ook een gewaagde actie, maar ik heb hem wel. Dat is het belangrijkste uiteindelijk. Die hebben we ook. We zitten nou midden in een spawn. Dus ik weet niet wat ik nou hier moet doen. Waarschijnlijk oppassen wat ik doe, want... Oh, wacht, er loopt iemand. Eerst even die kerel killen. Dan ga ik daar mijn ammo crate neer. Ik kwam eigenlijk maar oké. Ik ga even ammo crate neer. Kijk waar erin zit. Wat zal erin zitten? Wat denken jullie? Honey Badger, serieus, dat is goed spul. Woe! Dat heb ik graag. Oh, we hebben nog zo'n ding. Oh, zit een grenade launcher op? Of niet? Oh nee, wacht, de andere wapen ik net opgepakt heb. Volgens mij kan hij niet eens een grenade launcher op. 234. Oké, ik weet ook niet wat dat was. Ik weet echt mijn god niet wat. Ja, ik weet wel, maar ik zag hem niet liggen, dat ik zo zeggen. Daar is zo'n ding, zo'n sensor mine ding. Sensor grenade. Hij komt er gewoon niet tevoorschijn. What the fuck? Oké, ik weet niet of jullie hem zagen, ik wel. Vraag is, wat doet die gozer nou? The fuck, lach hij? Het leek net een like. Nee, oh, gelukkig heb ik flag jacket. Nee, niet meer rug. Daar lag er nog één. Hopelijk ziet hij dit niet. Ik zit vast. Ik zit tussen enemies ingesloten. Nee, ik wist niet waar ik moest kijken, man. Overal omheen. Ik kreeg die ene kill ook nog niet. Dat wapen is zo chill, maar ik was echt niet... Nee, ik zat er vast. Ik kon niks doen. Oh jongen, maat. Noobtube alles. 4-5. Sowieso gaan we mijn score van de vorige keer verbeteren. Alleen het gaat erom dat ik daar niet dood ga. Dat zou ook wel belangrijk zijn. Zitten ze hier boven rechts? Waar ik denk het wel. Als we nou eventjes... Oh kut, we zijn aan het verliezen, man. Kom, we gaan even A-cappen, maat. Kom. Let's go. Laat zien waar je waard bent. Kom, we gaan A-cappen. Ik kom wel winnen, hè. Daar gaat het om. 4 caps alweer. Teammate heeft een 0. Gewoon omdat hij niks doet. Ik bedoel, 0 keer. Je hoeft niet veel te cappen. Hoeft echt niet van mij.
Maar je moet wel één cap hebben. Meestal als je joint, dan doet de eerste vlag dan wel cappen toch? Hoop ik. Hoeft nog niet eens, zoals jij andere tactieken hebt. Maar één vlag cappen is toch wel het minste wat ik kan vragen. Oh mijn god, Dennis. Oh mijn god, Dennis! Waar gaat je aim heen? Ja, die aim heb ik dan wel oké. En dat is expres oké, want het was nog steeds geen goede aim, maar... Dat was wel eventjes het toppunt van scheef. En we verliezen weer A. Ik wil A hebben, jongens. We verliezen alles altijd. Oh, ik heb hem, lol. Dat had ik niet verwacht. Nee, ik schiet gewoon, weet je wel. Maakt mij het uit. Ik heb nog 8 kogels, nou komt er eentje aan. Ja, dit is het meest slechte waar je kan overkomen. Als die eerste kill niet gejat wordt, had ik tenminste nog een kill gehad. En dan net op dat moment mijn wapen op. Had of eerder moeten zijn of later. En niet op dat moment. Nou, was op dat moment. Maar ja, daar kun je dan ook niks aan doen. Kijk waar er nou in zit. Nee! Nee! Daar had je hem! Nee! Nee! Fuck my life! Ik had mijn minigun en ik ben hem kwijt dezelfde seconde dat ik hem krijg. Nee! Is dat karma of wat is dat? We gaan er ook nog verliezen ook, hè? Nee toch? Oké, we gaan richting B. Dan rent er eentje hier zo. Ik wil B hebben, jongens. Even kijken waar de ammo crate zit. Ik ga B cappen. Ik wil winnen. Oké, SV. Dat is wel eens anders dan een minigun. Nope, ik kan hem al zien. Oké, we hebben in ieder geval dit gecapt. Oh shit, wat komt mij er vandaan? Komt hij daar? Ik hoop het wel, ik gooi even Blizzard Fest neer. Hopelijk komen ze niet van rechts, want dan heb ik wel een probleem. Oké, ik heb volgens mij sowieso een probleem. What the fuck dan? Nou, vandaan beschoten werd, weet niet meer. Ik kan niet draaien, ik zit vast, een glitch. Ik zit vast, ik kon niet bewegen. Oké, die heb ik met geluk. Dat ze net niet deze kant keken. Ik denk dat daar iemand zit. Woehoe! Hell yeah. Oké, moet die weg? We hebben weer een nieuwe ammo crate. Wat zullen we er nou uitkrijgen? Ik ben benieuwd. Maar even kijken, wat zullen we eruit krijgen? Wat denken jullie? Ik denk... een VKS. Er staat 44-7. Dat is best wel nice eigenlijk. Om heel eerlijk te zijn voor zoiets. Ah ja. Dan houdt het een beetje omhoog van die vorige match, want dat was niet veel. Maar dat is het probleem altijd met live shit, hè. Soms speel goed, soms speel slecht. Iedereen heeft zijn goede en slechte matches. Ik ook. Dat moet je onthouden natuurlijk. Iemand heeft een wapen uit mijn kist gepakt. Dat is mijn kist. Moeten ze mij voor betalen. Nee, what the fuck? Stond je er bovenop? Holy fuck, ik had hem echt niet zien zitten hebben. Ja, daar stond hij echt... Hij stond al lang te campen. Ik had hem gewoon moeten kunnen zien, maar ik zag hem echt niet. En we hebben gewonnen. Fuck yes. 45-8. Ja, zeker geen slecht score. 6 caps, nou ja. Dat is echt eigenlijk genoeg, hè, want die andere keer onder mij heeft 0 caps. Die is helemaal blij dat hij 41 kills heeft, maar wel 0 caps. In ieder geval, het werd tijd dat ik weer wat gewonnen heb. Want mijn win-lose is serieus met 0.20 of zo gezakt of zo de laatste match. Dus het is echt verschrikkelijk, zeg. Lieve, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer en tot de volgende keer weer. Houdoe.